trucje bedacht. Huh? Wat is dat trucje dan? Hoe we onzichtbaar kunnen worden. Ik kom al. Nu zitten we samen in de buis. Ik kwam net die kant uit. Ja, maar ik wil ook door deze buis. Graaf. 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 Dan maar eruit, ikke. En hoe gaat dat dan? Nou, je hebt zeg maar een hoek waar je naartoe kunt lopen. En die hoek, daarin, als je daarin staat, zie je jezelf niet meer. En als je wel weer er langs gaat, verschijn je weer. Ik wil naar die hoek toe. Ik ga zo snel mogelijk als ik kan naar die hoek toe. Daar zo bij de buis is het. Het blijkt dat de hoek op meerdere plekken is. Dus niet alleen maar bij die buis daar. Oh mijn god. Voor je het weet zijn we nog onzichtbaar allebei. Oh mijn god, ik kan beter zeggen, oh snefferd. Ja, ja, fantastisch. Vlekje! Ja, ze verdween! Ze verdween, ze liep gewoon het niks in. Huh, ze verschijnt weer! Wow! Oh, dat is echt heel cool. Ik heb het ook geprobeerd. Zou het ook kunnen zijn? Misschien eens anders? Iets anders ermee? Kun je er ook mee klonen? Ja, als je jezelf in de andere dimensie zet, in de tweede dimensionale route zet, ja, dan zou je een kloon van jezelf creëren. Krijg ik nu mijn eigen kloon? Wow. Je hebt je eigen kloonvlakje. Is dat mijn kloon? Ga maar eens die kant uit. Ik moet wachten. Dat klonen was cool, maar nu heb je mijn kloon weer naar de tweede dimensie gestuurd en de tweede dimensie portalen uitgezet. Jammer. Wacht, maar het zou wel grappig zijn als je nu wat foto's van andere gekloonde dingen liet zien. Tuurlijk kunnen we dat doen.